I'm very sure me by that no by me problem the quacky by no then a pilot to ship pilot but to chat uno ship pilot uno ship to chat no the wall man de amo sneller gringo 12 man de me ma 12 man sa de ma fini ay to chat uno shete. Dah tidak paham aja. Sebutnya cara mang gue. Amai fuck up. Dah tidak paham mang. Bar de mana main sand de mana yere buin olo. Isi dia kafar. Het gaat om een instorting van een mijnschacht op de concessie van het grootbedrijf Zijin. De informatie is nog steeds namelijk dat men in een soort provisorische tunnel bezig was goud te zoeken met een behoorlijke diepgang. En dat die opening in feite is ingestort, waardoor vele mensen dan bedolven zijn. De eerste indicatie is namelijk dat het om 10 personen gaat, maar het kan zijn dat het om meer dan 10 personen gaat. Als regering hebben we onmiddellijk hierop gereageerd door veiligheidseenheden te sturen van het ministerie van Justitie en Politie, Defensie en NCCR voor eerste rescue operaties. Want we weten niet namelijk of er nog levenden zich daar bevinden. Dus dat is prioriteit nummer 1 om te kijken of er nog levenden daar zijn. Tegelijkertijd starten met de bergingse operatie. We kijken ook nog opties als het moet dat we bijstand vragen van het buitenland. Bijstandsverzoeken richting Brazilië te sturen als wij zelf als land niet uitkomen met onze rescue operations. No, then a pilot, u si pilot. Maar toetje, u no si pilot, u no si toetje. No, de wallo man de amo, sneller, gringo, 12 man de mima. 12 man sa de ma fini. Ai, toetje, u no siete. En ik kreeg van de regering de vernemen dat het om 10 personen gaat van andere social media. Begrijpen we nu dat er om maar liefst 18 jonge mannen gaat. Condolences aan de nabestaanden, de personen die slachtoffer zijn geworden. En gelukkig nog leven, beterschap toe te wensen. Maar als regering zijn we nu intensief bezig om de totale situatie goed te beheersen en die maatregelen treffen die noodzakelijk zijn. Nogmaals veel sterkte en de regering kijkt ook uit naar een moment aan de hand van alle informatie om een moment, een dag of meerdere dagen van nationale rouw af te kondigen.